Benjamin Marius Stelters was Leidse hoogleraar rechtsgeleerdheid, die heel veel heeft betekend tijdens de Tweede Wereldoorlog, met name voor zijn Joodse collega's hier op de faculteit, die in de oorlog niet meer konden werken, die een ariërverklaring moesten tekenen. En Benjamin Stelters is daar samen met Cleveringa en andere collega's nog tegen in opstand gekomen. Hij weigerde bijvoorbeeld die verklaring te tekenen zelf. En uiteindelijk is hij zelf in een kamp terechtgekomen. Hij is in Bergen-Belsen overleden. Maar hij is ongelooflijk moedig geweest en heeft in de oorlog heel veel betekend. Omdat hij bijvoorbeeld ook nog, hij bleef doorschrijven terwijl hij gevangen zat. Hij bleef zich met zijn studie bezighouden, maar hij bleef zich ook onvoorwaardelijk inzetten voor zijn lotgenoten. Zo heeft hij bijvoorbeeld, wist hij zichzelf in de kampregistratie nog, daar wist hij een baantje te krijgen, zodat hij gevangenen uit de administratie kon doen verdwijnen, waardoor hij ook nog levens gered heeft van mensen. Het is belangrijk, denk ik, om te blijven herdenken wat voor bijzonder man hij is geweest en wat voor moedig man hij is geweest. Hij heeft naast zijn heldendaden in de oorlog, was het een ongelooflijk intellectueel man, een ongelooflijk intelligent man, die veel die ook voor zijn vakgebied heel veel heeft betekend. En ik denk dat we daar nog steeds, misschien juist wel nu als studenten, een groot voorbeeld aan kunnen nemen. De boodschap die wij willen overdragen, ik heb het zelf net ook tijdens mijn praatje kort gezegd, dat het vooral de moed is. Kijk, je kunt een goede student zijn, je kunt intelligent zijn, je kunt humor hebben, je kunt goed in je vak zijn. Maar zodra je verzuimt om moed te tonen wanneer dat echt nodig is, zoals in die situaties in de oorlog geweest, dus wanneer je dat verzuimt, dan stellen die andere kwaliteiten dan misschien toch minder voor. En dat is echt een van de uitgangspunten waar we vandaag bij stilstaan. Wij organiseren verschillende lezingen door het jaar. Ieder jaar hebben we een dies en een buitendag. Daar organiseren wij activiteiten over het internationaal recht. We zijn vooral een studiedispuut, een besloten dispuut over de besturing van het internationaal publiek recht. Dus mensenrechten, internationale politiek, daar organiseren we vaak lezingen over. We proberen naast meer bekendheid voor internationaal recht en meer verdieping vooral over internationaal recht toch ook wel na te streven dat de naam Stelters misschien wat, iedereen kent de naam wel, maar dat mensen toch ook beter weten wie hij echt was en wat hij heeft betekend voor de Leidse rechtenfaculteit.